Deze had Jean-François geleend. Kijk, dan ben je echt ingeburgerd, hè. Dat is een andere klusser. Ja, spullen komt lenen. Nou heb ik ze weer terug, want inmiddels is de muur zo hoog dat ik wel een opstapje kan gebruiken. Dus die gaan we nou maar eens even installeren. Cement. Het spul dat vliegt er echt doorheen. Zoals een nieuwe bus. Daar kan echt alles in. Super handig. Oh. 100 kilo. 100 kilo cement. Die heb ik ongeveer een dag mee, denk ik. Bonjour. Bonjour là, ça va? Oui, bonne année. Oui, également, bonne année. Oui. Dus gaat dus op brokantenjacht. Die heeft net de bus gedraaid. En die komt hier nu voorbij geraast. Allemaal spulletjes kopen die we nog niet kwijt kunnen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus ik ga weer door met de verbouwing. Desseren kunnen we het kwijt. Inmiddels is de muur zo hoog. Dat ik wel een opstapje kan gebruiken. Dus die gaan we nou maar eens even installeren. Zo, even testen. Volgens mij is hij goed. Het is een Franse stijger. Zo noemen ze dat, een Franse stijger. Ik moet eigenlijk net als op die beroemde poster hier mijn lunch gaan eten. Ik had het voor de vakantie even dichtgemaakt hier. Het lijkt een beetje op een kraakpan. Maar laten we dat eerst even weghalen. Kijk, iets wat ik dus eigenlijk helemaal niet gewend was, maar dat heb ik van Jean-François geleerd. Schroeven kun je hergebruiken. Hier gebruik je schroeven voor het maken van bekistingen, tijdelijke stellages, tijdelijke afdekkingen, etc. Ja, en dan kun je die schroef natuurlijk makkelijk nog een keer gebruiken. Dat noemen we de occasion. Is geen echt Frans, denk ik, voor de schroeven, maar zo noemen François en ik dat. Net als dat even wachten is stand-by, stand-by. En als een section, deze, een lijmtang, zal ik maar zeggen, losgeslagen moet worden, dan is het bam, bam, bam. Dus dat is... hoe ik Frans leer. Nou, bam, bam, bam dus. Bam, bam, bam.
Kijk, en het volgende heb ik ook van Jean-François geleerd. Als je de planken van een coffrage, als je die eraf haalt, moet je ze altijd schoonmaken. Kun je ze daarna nog een keer gebruiken. Dus daar gaan we. Vieze plank. Schone plank. Zo, ik houd het voor gezien voor vandaag. Het is mooi geweest. We zijn weer een beetje in het ritme gekomen. En dan gaan we maandag, overmorgen, gaan we weer verder met de muur.